En we zijn weer terug met een splinternieuwe aflevering van Vechten met Moskowitz. En vandaag heb ik niet één gast, niet twee gasten, maar er komen drie gasten. Maar we beginnen met Alex Griffioen en Bram Rosa. Deze mannen runnen het ufomeldpunt.nl en www.ufozaken.nl. En zijn eigenlijk in Nederland wel de autoriteit op de ufologie. Welkom heren in een Vechten met Moskowitz aflevering. En ja, ik heb jullie natuurlijk al uitgebreid gesproken voor de nieuwe revue. De afgelopen weken. Hè? Er is een grote UAP/UFO editie uitgekomen. Hoe is het jullie vergaan daarna? En wat is er allemaal op je afgekomen? Vertel, Alex. Nou, het was in eerste instantie een beetje moeilijk om het blad te vinden, Max. Dus bedankt voor de instructies. Maar het is een gave editie geworden. En ik denk dat het een hele goede stand van zaken update geeft over waar we in Nederland zijn. Qua wat er hier gezien is. Welke autoriteiten zich ermee bezighouden. Voor zover er zich autoriteiten mee bezighouden. En het is een leuke, een soort beginnerscursus ufologie in Nederland, denk ik. Dat is super. Goed gedaan. Ja. Hey, vertel even kort nog even iets over jezelf. Alex Griffioen, 40 jaar oud. En we runnen wat? Nou... Hoe? Ja, joh. Ja. Jesus Christ. Grijs en kaal aan het worden. Maar we doen het ufomeldpunt nou een jaar of 10. Volgens mij hebben we afgelopen januari ons 10-jarig jubileum gevierd. Of eigenlijk niet gevierd. Maar nee, niet eens gevierd. Nee, we konden niet. We konden niet, want corona. Maar dat gaat best wel leuk. En we zijn het eigenlijk een beetje met z'n tweeën. Tenminste, Bram is het begonnen. Ik ben later aangehaakt. En we hebben daar gewoon helemaal ons eigen dingetje van gemaakt. Een platform waar mensen die dus iets raars gezien hebben, dat kunnen melden. En dan gaan wij ons erover buigen, samen met de rest van Nederland. Iets raars wat een ufo zou kunnen zijn, hè? Daar hebben we het over. Dus iets raars in de lucht. En dat kan van alles zijn. Dus het kan een echt object zijn. Het kunnen ook gewoon lichtjes zijn. En alles wat mensen dus meemaken, wat ze niet kunnen identificeren onmiddellijk, dat kunnen ze bij ons kwijt. En dan gaan wij meedenken over een oplossing, maar samen met de rest van Nederland. Want het is een open platform. En iedereen kan meedenken en een reactie achterlaten als ze denken dat ze het antwoord hebben. Ja, Bram, Rosa. Het is ook vooral een hoop verklaren, hè, wat jullie doen. Ja, helaas wel. Het is niet allemaal eventjes spannend. Maar ik denk dat de waarheid gewoon het belangrijkste is. Dus heel veel wordt gewoon geïdentificeerd als... Van alles, van satellieten tot sterren, tot planeten, tot gewoon vliegtuigen. Tot wat minder makkelijkere verklaringen. Maar ja, er wordt denk wel 90-95% of verklaard. Omdat ja, mensen gewoon simpelweg niet weten wat er allemaal in het luchtruim te vinden is. Of er zit gewoon net niet genoeg vlees op de botten om er echt iets zinnigs over te zeggen. Dus ja, dan blijft er een 5-10% over. Maar nog steeds voldoende wat ons betreft. Ja, Bram, vertel nog heel even kort iets over jezelf en wat je allemaal doet in het dagelijkse leven. Nou, dat is eigenlijk niet echt super boeiend. Maar ik ben net als Alexander een grafisch vormgever. Dat is het eigenlijk wel. Nou... Er gebeurt een hele hoop op dit moment. Want misschien vind jij jezelf saai. Maar ik vind jullie helemaal niet saai. Want we maken enorme avonturen mee de afgelopen maand. Maanden misschien wel al. Want er is nogal wat gebeurd. Hè? Er zijn heel wat ontwikkelingen rondom UAP, UFO. Misschien even voor de luisteraar. UAP is het nieuwe modewoord voor UFO. En dat betekent Unidentified Aerial Phenomenon. En dat betekent eigenlijk, je ziet iets vliegen, het beweegt intelligent, maar je kan het niet verklaren en je weet ook niet wat het is. Het hoeft geen alien te zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een geheim wapen van de Russen of de Chinezen zijn. Dus, wat is er allemaal gebeurd? In Amerika is iemand naar buiten getreden, die man die heet Louis Elizondo en die bleek in het geheim... voor het Amerikaanse Pentagon een onderzoeksorgaan te hebben gerund... dat ATIP heet. En die onderzochten UAP-activiteiten... die de Amerikaanse strijdkrachten waarnamen en filmden. En er was ook nog data. Elizondo heeft toen hij ontslag had genomen... op eigen beweging met de goedkeuring van een politicus, meneer Mellon... en trouwens ook Harry Reid, beelden gelekt...
waar er dus door strijdkrachten gefilmde UFO's, oftewel UAP's, te zien zijn. Nou, dit is inmiddels 3 jaar geleden gebeurd, maar het gebeurt nu nog steeds en steeds meer. Onlangs zijn er weer beelden gelekt. En jongens, wat vinden we daarvan? Ik was in eerste instantie niet heel erg onder de indruk van die beelden, maar wel van het gegeven dat het nu eindelijk werd vrijgegeven. Dus dat het Pentagon, of dat er via het Pentagon beelden op straat komen van UAP-waarnemingen, dat is niet eerder voorgekomen. Ja, want Bram, jullie zien eigenlijk wel veel toffere beelden waarschijnlijk dagelijks, of niet? Nou, niet helemaal hoor. Ik bedoel, het probleem van UFO's is ook vaak dat ze heel moeilijk waarneembaar zijn. En dat maakt het ook zo interessant. Maar dus die Pentagonbeelden, en nu ook weer nieuwe, door Jeremy Corbell vrijgegeven, ja, vliegende piramides. Het blijven altijd een beetje wazige beelden. Maar als je dat combineert met de verhalen van de militairen die ze hebben gezien, of zelfs bij ons gewoon de waarnemers die ze hebben gezien, ja, dan wordt het opeens een heel interessant verhaal. Ja, want dit is dus niet helemaal exclusief voor Amerika, want dat weten heel weinig mensen, maar een van de grootste en belangrijkste waarnemingen van een UFO ooit ter wereld is in Nederland geweest. En nu zijn jullie twee mannen daar echt behoorlijk in gedoken. Wie wil eerst? Soesterberg. Ga je gang, Bram. Nou ja, Soesterberg. 1979, 3 februari. S'nachts, of eigenlijk in de ochtend, zagen een 12-tal mensen van de luchtvaartbewaking op vliegbasis Soesterberg dus een enorme driehoek over de basis heen glijden. Helemaal geruisloos. En dat ding was zo groot als de startbaan. En de startbaan is ongeveer 40 meter breed. Dus ja, het is echt een enorm ding. Het had op elke hoek een enorm licht. En die lichten waren dusdanig fel dat ja, je er een boek kon lezen. Althans, dat zei een van de 12 militairen die dat ding had gezien. Uiteindelijk is door de luchtmacht is het officieel verklaard als een soort van Fata Morgana. Of een luchtspiegeling. Een luchtspiegeling, inderdaad. Ja, een luchtspiegeling van 40 meter die pal boven je hoofd hangt. Ja, de hele baan verlicht en stil hangt. Ja, dus de militairen die waren het er ook niet mee eens. En die zeiden van, nou ja, als dit inderdaad een luchtspiegeling is, dan hoor ik niet op een luchtmachtbasis, een streng beveiligde luchtmachtbasis, te werken. En ze zeiden dus eigenlijk allemaal dat het een technisch systeem was. Ja. Nou, Alex, er zit nog wel een staartje aan dit verhaal. Kun jij dat misschien even uitleggen? Want er was daar iets op die basis. En ik weet wat het is, maar jij mag het vertellen. Ja, we hebben nog niet zwart op wit. En dat gaan we waarschijnlijk ook niet gauw krijgen. Nou, de Volkskrant heeft het in januari. Ja, dus er zijn steeds meer aanwijzingen dat er op Soesterberg destijds kernwapens werden bewaard. Wat? Ja, nukes. En wel Amerikaanse kernwapens. Want het was een gedeelde basis. Ja, en het was midden in de Koude Oorlog. En de Amerikanen die runden daar het munitiepark. En wat er allemaal precies lag, dat was natuurlijk een beetje geheim. Daarom liepen er ook 12 man van de luchtmachtbeveiliging. En ja, het vermoeden is, en daarom werd er ook geprotesteerd bij de hekken, bij de ingang van de vliegbasis, dat er kernwapens lagen. En wat we zien in wereldwijd, met name rond de Koude Oorlog, is dat er dus verhoogde UAP-activiteit is rond lanceerinstallaties, kerninstallaties, gebieden waar atoomproeven zijn gedaan. Dat daar over het algemeen meer lichtjes en rare dingen worden waargenomen dan elders. Ja, ja, ja. Nou, nu is dit niet een uitzondering, want dit wordt heel veel gemeld door militairen. Eigenlijk al decennia lang. Een van de bekendste is natuurlijk Robert Salas, die in de revue door ons is geïnterviewd. En die man die was er dus getuige van dat er zo'n UAP in 1967 boven zijn basis Malmstrom hing. En daar lagen dus ook kernwapens. En dat ding heeft gewoon 10 kernkoppen uitgeschakeld. Hij zag het gebeuren. En weer aangezet. Oh ja, en weer aan en weer uit. Van, haha, ik controleer deze shit. Ja, het is bizar. Ja. Jongens, niemand weet wat het is, maar wat willen we dat het is? Ik wil gewoon dat het aliens zijn, fuck it. Ja, dat is wel het verhaal waar wij het voor doen. Ja, nou, toch? Ik zelf denk ik dat het UFO-fenomeen helemaal niet zo makkelijk is als zomaar ruimtewezens. Ik denk namelijk echt dat het een mixed bag is. Dus allerlei verschillende fenomenen. Maar ik denk, aangezien er ook een soort van paranormaal tintje aan zit bij sommige close encounter verhalen, denk ik misschien nog wel dat we te maken hebben met een fenomeen wat we eigenlijk niet eens kunnen graspen met onze. Ja, jij bent ook veel bezig met abductions en
Ja, ja, en wat is het? Multi... iedereen die zegt dat ze weten wat het UFO-fenomeen behelst, ja, die liegen gewoon. Dus ja, we weten gewoon niet wat het is. Dus voor hetzelfde geld is het inderdaad een multidimensie. Jij houdt de opties gewoon open. Zeker, ja. Ja, ja, slim. Slim. Nu gaat er zo een gast inbellen uit Amerika. Zijn naam is Louis Jiménez. En ik heb hem verteld over Soesterberg. En nou, ik zag bijna zijn hersenen uit zijn pan knallen. Hij wist het niet. Maar ik heb er ook met de Pentagonbaas Louis Elizondo over gesproken. En die wist het wel. Die kende de case. Louis Elizondo, dus de meneer die de beelden heeft gelekt, is te gast geweest in Vechten met Moskvich. Die kun je terugzien op het kanaal. Spreek ik dus met de echte Pentagonbaas die dit fenomeen heeft onderzocht. Beelden vrijgeeft en met tijd en wijle een beetje geheimzinnig doet. Maar je voelt aan alles dat hij het heel graag wil vertellen. Hoe hebben jullie dat beleefd, jongens? Oh, daar is Louis. Ik ga hem even binnenhalen.